De storm Poli heeft in Nederland ernstige verstoringen veroorzaakt in het lucht- en treinverkeer. Autoriteiten hebben mensen opgeroepen om thuis te blijven vanwege de sterke wind. Het Nationale Meteorologisch Instituut heeft code rood voor stormwaarschuwing afgegeven voor het grootste deel van het land, het hoogste niveau van gevaar. De wind bereikt snelheden tot 120 km per uur. In het stadje Wijk aan Zee, ten noorden van Amsterdam, is al een windsnelheid van 145 km per uur gemeten. Dit is de sterkste windstoot die ooit in juli is gemeten. Volgens Weerplaza is storm Poli de krachtigste zomerstorm die ooit is waargenomen. De lokale politie meldde dat een 51-jarige vrouw in de stad Haarlem is overleden nadat een boom op de auto viel waarin ze zat. Er was nog iemand in de auto, maar die is niet gewond geraakt. Er is geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar dit was niet succesvol. De luchthaven Schiphol in Amsterdam, een van de drukste knooppunten in Europa, heeft meer dan 400 vluchten geannuleerd. Het is de verwachting dat het verkeer op zijn minst tot 15 uur lokale tijd beperkt zal zijn. Inwoners van de provincie Noord-Holland, waaronder Amsterdam, hebben meldingen op hun mobiele telefoons ontvangen waarin ze worden geadviseerd om thuis te blijven en noodnummers paraat te hebben in geval van levensbedreigende situaties. In de buurt van de stad Alkmaar heeft een krachtige wind een vrachtwagen omvergeblazen. Spoorwegexploitant NS heeft al het treinverkeer in het noorden van Nederland stopgezet en de snelweg ten noorden van Amsterdam is afgesloten vanwege omgevallen bomen. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft besloten om tijdelijk geen bussen en trams te laten rijden vanwege de extreme weersomstandigheden.